En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. Mevrouw, bent u wel eens eenzaam? Nee, eigenlijk nee. Ik ben wel alleen, maar ik kan me niet goed van maken. We hebben een hele fijne buurt en alles. Nee. En heeft u ook hobby's? Ja, ik doe de hele dag niks als haken en breien. En dus nee, ik verbraak me eigenlijk wel. Mevrouw, bent u wel eens eenzaam? Nee, nooit. Nee. Ik ben al 2 jaar thuis. Ik heb altijd gewerkt, 36 jaar. En dan ben ik thuis. Ik verveel me nooit. Dus u heeft genoeg hobby's? Hobby's, kijkjes maken en puzzelen. En als het mooi weer is, ga ik wandelen. Dus ik heb genoeg te doen. Maar er zijn heel veel oudere mensen die wel eenzaam zijn, hè? Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Dus, ja. Rond de kerstdagen? De kerstdagen, ja. Kent u dat in uw omgeving? Niet in mijn directe omgeving, nee. Ik tracht dat op te vangen, mensen die alleen zijn, om daar eens naartoe te gaan. Maar ik merk dat mensen die eenzaam zijn, vaak het niet laten merken. Of ze daar te trots voor zijn, dat weet ik niet. Een bepaalde houding. Ja, en je kunt niet zomaar aanbellen, hè? Het zou misschien wel kunnen. Je durft niet. En vooral rond de feestdagen hebben de meeste mensen toch daar last van. Ja, dat klopt. Dat klopt. Alhoewel, ik hoor dat het ook zomers is als iedereen op vakantie is. Met feestdagen denkt men nog eerder aan anderen dan door het jaar heen. Ja. Vooral ouderen zijn tegenwoordig een beetje eenzaam, hè? Mijn moeder ook wel eens, maar daar ga ik 1 keer in de week altijd heen. Alle dinsdagen ga ik altijd bij haar op visite. En met de kerst vragen we haar. Maar er zijn wel heel veel mensen eenzaam, ja. Dat klopt. Deze week wordt ook heel veel aandacht aan besteed. Wat zouden wij als jonge mensen kunnen doen om toch meer aandacht te besteden aan dat soort mensen? Nou, ik denk dat mensen wel eens beter om zich heen kunnen kijken, hè? Dat ze eens kijken van, god, wie woont er in de straat? Kan ik die vrouw of die man eens een keertje ergens mee helpen? Of vraag ze alleen even op de koffie? Het hoeft niet een hele dag of bij een diner te zijn. Maar met de kerst lekker eventjes, of daar gewoon even een kopje koffie gaan drinken. Zeggen ze nooit nee tegen, weet ik zeker. Bent u wel eens eenzaam? Ja. Ja, dat wel. En ook wel eens periodes, bijvoorbeeld kerst? Nee, met kerst gaat het wel. Gaat het wel. En wat doet u dan tegen de eenzaamheid? Wat ik tegen de eenzaamheid doe? Ja, wat moet er tegen doen? Rustig blijven, hè. Rustig blijven. En er is verder niks aan te doen, hè. Maar heeft u wel hobby's, zodat u misschien... Nee, ik heb nog een invalide dochter van 61. En daar zou ik al 61 jaar voor. En dat is heel zwaar. Dat is heel zwaar. Ja. En dat is een medische fout. Ook nog. Dat was 1,5 en nu is ze 61. Vreselijk. Ja. Wens u heel veel... En dat houdt me op de been. Ik wens u heel veel sterkte. Ja. Een hele fijne feestdag. Ja, dankjewel. Jullie hetzelfde, hè? Ja, zelf kende ik het niet, want ik ben al meer dan 40 jaar gelukkig getrouwd. Maar ik weet dat er vooral in deze tijd heel veel mensen erg eenzaam zijn. En dat is typisch iets wat met kerst elk jaar terugkomt. En dat is voor die mensen heel triest. Wat ik ook merk is dat er steeds meer mensen zijn die mensen die eenzaam zijn opvangen. Die dan bijvoorbeeld thuis een kerstdiner organiseren of een andere manier vinden om met die mensen om te gaan. En dat vind ik op zich een heel goed initiatief. Hè, dat mensen dat doen. Want dat is natuurlijk vooral die eenzaam is het. Vooral die dagen met kerst en oud en nieuw. Als je daar alleen zit te koekeloeren in een kamertje of waar dan ook. Dat is toch wel heel erg triest. Vooral mensen die geen kinderen meer hebben. Ja, vooral die. Ja. Die geen kinderen hebben of die geen kinderen meer hebben. Oudere mensen die inderdaad die dat niet hebben. Dat klopt. Deze week wordt er heel veel aandacht aan besteed. Wat zouden wij als mensen die hier rondlopen kunnen doen?
Nou, ik denk dat het heel goed is dat die initiatieven voortgezet worden van mensen die zeggen van we nemen iemand in huis met kerst. Hè? 1 of 2 dagen met het eten of ook gewoon zomaar. Hè? Of dat we bijvoorbeeld eens boodschappen doen voor die mensen met kerstmis. Dat je op die manier ook even wat aandacht besteedt. Een stukje naastenliefde, hè? Een stukje respect voor dat soort mensen. Een stukje naastenliefde. Vooral in deze tijd waarin er heel veel wordt gesproken over respect en naastenliefde, ook met die vluchtelingen. Ja. Probeer daar wat voor te doen, denk ik dan. Ja. Nou, ik wens u in ieder geval hele fijne feestdagen. Met uw vrouw samen. Ja, dankjewel. En kinderen, denk ik ook. Ik zal het allemaal doorgeven, ja, okay. Natuurlijk. Dankjewel. En misschien tot de volgende keer weer. Ja, tot de volgende keer. Dankjewel. Okay, dag hoor. Maar praten en maar praten en maar praten en maar praten. Het gitter op en het gitter alder mogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen.